allereerst gefeliciteerd. Overwinning in de Tour de Limousin 2011. Je hebt het eigenlijk gewonnen met de eerste etappe. Je hebt het goed volgehouden. Hoe is de etappe van vandaag verlopen? Super. Ik had verwacht dat FDJ voor de tussensprinten zou gaan. Maar die speelde direct Roubaix in de ontsnapping. En voor ons was dat gewoon super. Dat was een droomscenario voor ons. En, het was gewoon op het einde een ploeg vol karakter, vol vuur. Jongens die bergop moesten lossen en telkens terugkwamen om terug nog eens een paar meters op kop te rijden of een gat te rijden. En, ik heb een heel sterk vakantie DCM gezien dat we elkaar door een vuur hebben. Oké, je bent meer bekend als een eendagse wedstrijd winnaar dan meerdaagse wedstrijden. Wat vind je ervan dat je nu de Tour de Limousin 2011 wint? Ja, ik weet dat ik parcours zoals Limousin kan ik perfect aan. En ik kan ook 4, 5, 6 dagen winnen als er geen tijdritten zit. En dat was in Limousin het geval. Dus dan kan ik wel een dag of 5, 6 aan. Dat is geen probleem. Wat is het programma van de rest van je seizoen? Nu zondag rij ik Hamburg. Ik zal mijn ambities daar iets moeten bijstellen nu, omdat ik hier toch redelijk gas heb voor de heren. En dan woensdag de druivenkoers in België en dan de zondag drop proeven. Okay. En dat is natuurlijk wel een hoofdrol eigenlijk. Oké, okay. Prima. Dan zien we elkaar misschien daar. Ja, tot dan. Hoi.